Heb medelijden met mij en met het arme volk. Dit staat gegraveerd op het beeld hier naast mij in 3 verschillende talen. Namelijk Engels, Frans en het Spaans. En deze woorden zijn een verwijzing naar wat de laatste woorden zouden kunnen zijn van Willem van Oranje. Namelijk, mijn God, heb medelijden met mij en mijn arme volk. We zien hier een geabstraheerd beeld van een figuur wat op zijn rug ligt met zijn benen in de lucht. Het vormt een hoek van ongeveer 90 graden en het linkerbeen vormt ook een hoek van 90 graden. Zijn armen zijn door het been heen geslagen. Door deze hoeken en door de beweging van de armen wordt het beeld ook spannend. En ook zijn er dus openingen te vinden in zowel hier bij het been en bij de armen. Of het een man of een vrouw zou kunnen zijn, dat weten we niet. En de kunstenaar heeft ons laten vertellen dat dit ook helemaal niet uitmaakt. Want het beeld staat voor de mens, de gemartelde mens. De houding van het beeld geeft aan dat een mens gemarteld wordt en aan zijn enkels omhoog wordt gehouden. De reden waarom dit beeld van de maand voor de mensenrechten van Jan Vermaat, gemaakt in 1982, is uitgekozen, is omdat er op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. En sinds 1950 besteden we er jaarlijks aandacht aan voor de rechten van de mens. Het symbool voor de mensenrechten is een kaars met prikkeldraad eromheen. De kaars staat voor hoop, vertrouwen en het prikkeldraad staat voor gevangenschap. En wellicht dat u dit symbool wel kent van een organisatie, namelijk Amnesty International. Deze organisatie heeft ongeveer meer dan 7 miljoen leden en is actief in 150 landen. Ze zetten zich in voor de rechten van de mens, willen onder andere de doodstraf afschaffen en komen op voor vluchtelingen en migranten. De kunstenaar heeft het beeld gemaakt om aandacht te vragen voor de onrecht van de mensen. In eerste instantie werd het beeld gemaakt van gips en tentoongesteld in het Arsenaal in Woerden. Mensen konden het beeld bezichtigen, maar ook certificaten kopen waarmee het beeld uiteindelijk gegoten zou kunnen worden. De kosten van het gieten werden laag gebleven en de kunstenaar heeft verder niks in rekening gebracht. Het uiteindelijke beeld dat gegoten werd, werd geplaatst op een granieten sokkel. En aan de voorkant van deze sokkel is een plaatje te zien waarop staat Woerden voor de mensenrechten 10 december 1982. De kunstenaar heeft samen met het comité Woerden voor de mensenrechten besloten om het beeld hier te plaatsen. Op deze prachtige locatie naast het kasteel van Woerden en op dit mooie open perkje. De bezoekers van het kasteel en ook de willekeurige voorbijgangers kunnen makkelijk dit beeld bekijken. Wat ook de moeite waard is, eigenlijk om alleen al die tekst te kunnen bekijken wat uit de mond van het beeld komt. En misschien is 10 december dan de wellichte dag om dit te kunnen bekijken. Het Stadsmuseum Woerden is er volgende maand weer met een ander beeld.